Cruz is een koffiebrander, hè, die als enige wereldwijd koffie brandt enkel en alleen op zonne-energie. Als we kijken naar de koffieketen wereldwijd, is dat na water en thee de meest gedronken drank. Nu, het gevolg van die koffieconsumptie is dat er op jaarbasis 15 miljoen ton CO2 wordt uitgestoot, enkel en alleen door het branden van die koffie. En dat is exact de reden waarom dat wij daar zijn opgesprongen. Bij ons is het een continu proces. Dus de bonen gaan van voor in de brander erin en die komen er van achter gebrand en gekoeld uit. Wij nemen meer tijd om te branden. Wij kunnen dus op lagere temperaturen branden. En in onze brander recupereren wij continu zoveel mogelijk warmte. En het resultaat van al die bouwstenen, zeg maar, van ons proces is dat wij 3 keer minder energie nodig hebben om onze koffie te branden. En het gevolg daarvan is dat wij enkel op zonne-energie kunnen werken. Eigenlijk proberen we, Marie-Jules, de echte smaak van de boon eruit te krijgen. En dat is vaak niet zozeer bitter. Dat is, daar zit van alles in. Je hebt die bitterheid, maar je hebt dan ook zoetheid, die aciditeit en ook wel wat zout. Dat kun je er bij momenten ook uitkrijgen. De typische smaak van koffie wordt eigenlijk bepaald door de oorspronkelijke boon. Dus koffie is echt een natuurproduct, dus dat varieert ook heel fel. En dan de laatste stap is natuurlijk ook nog eens het brandproces, waar dat je ofwel de smaak kunt kraken of maken. Wel, Marie en Jules willen wij graag de koffiesector veranderen. Maar dat is ook onze missie, om tegen 2050 de koffiesector volledig CO2-vrij te krijgen en naar een 50-50 verhouding te komen op vlak van waardeverdeling. En daarom willen wij heel fel dat gevoel enerzijds van lekker en gezellig, want koffie dat drink je omwille van die reden, maar aan de andere kant ook, ik doe iets positiefs terwijl ik dat doe. En ik zet een hele ketting in gang. En dat willen we vooral oproepen. Wij zijn een organisatie, een bedrijf. Dat betekent dat winst daar een deel van uitmaakt. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel van onze waarden overeenkomen met een NGO bijvoorbeeld. Want onze drijfveren op vlak van duurzaamheid en eerlijkheid, die staan voorop op de winst. Winst heb je dan weer nodig om je impact te schalen. En dat geloven wij dan als ondernemer weer heel fel. Wel, de technologie is ontworpen voor het roosteren, drogen, zou ik zeggen, voor het roosteren op het algemeen van droge voedingsproducten. En dan kan je denken aan koffie, maar ook cacao, aan granen, granola. Bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is die heel breed inzetbaar. Aan de ene kant willen we dat de industriestandaard wordt, aan de andere kant willen we de hele keten onder de loep nemen. Want eigenlijk als we het probleem fundamenteel willen oplossen, dan moeten we ook naar de landen van oorsprong. Om daar te gaan kijken naar hoe die keten daaruit ziet, maar mogelijk ook om een stuk van de waardeketen naar daar te verplaatsen. Bijvoorbeeld door te roosteren in het land van oorsprong, waardoor de waardecreatie en economische activiteit daar ontstaat en niet, zoals in typisch globale ketens, enkel in het noorden of in het westen. En dat is eigenlijk zijn de ingrediënten van onze toekomstvisie.